yıkama olmamış. Je komt te snel klaar, schoenen te zwaar. Wie wil nou naartoe gaan, Arnie, vanavond? Naar Kuik, Kuik, Kuik. Ja, dat is een godswonder. Ja, het is geboren uit een misverstand, eigenlijk. Ik had op een gegeven moment aan de telefoon Rinus Mieren met, weet je, de manager van Zuur. En ik zeg aan het einde van het gesprek over iets voorkomen, totaal niet de zaken doen, weet je. Maar leuk, maar ja, weet je wel, je kent mijn spreektempo en hij met zijn. Dus ik zeg op een gegeven moment, doe er goed in Zuur. Ja, Zuur. Ja, met Zuur. Ik zat met Zuur in theater. Hij zegt, met Zuur in theater. Ik zeg, maar hij wou zeggen, ik zat met Zuur, ik heb Zuur nog gesproken van de week nog. Hij zegt, ik zat met hem in theater. Maar ik begrijp van hem, ja, met Zuur in theater. Ik zeg, ja, met Zuur in theater. Ja, met Zuur. Nee, dat goed, hè? Ja, ik zeg, en met Herman natuurlijk. Als Bart en Zuur en ik tafel zaten om elkaar te lullen, ontaarde dat altijd in een soort van, ja, toch wel hele amusante babbel. Staat er nog iets over neuken in de krant? Ja. In Italië, de Hoge Raad van Italië, heeft besloten. Als dat vrouwen met strakke spijkerbroeken niet kunnen worden verkracht. Aangezien zonder medewerking van de desbetreffende vrouw de broek niet kan worden uitgetrokken. Dus dames, strakke spijkerbroeken, kan je het verder wel vergeten. En stel ze dat ze bijvoorbeeld... En er moet ook penetratie plaatsvinden. Oh, ja. Zo, dat lijkt me een hele klus gaan, hoor. Kijk, toen ik begon met Bart en Jules, het leek me heel leuk, maar ik had geen benul hoe ik het moest doen, omdat ik geen geheugen heb en dus uit een soort van angst heb ik toen voorgesteld om alles playback te doen. En zo zijn we ook begonnen. Iedereen had gewoon zijn eigen dingetje, die kon hij dan doen zo'n avond, weet je. En Herman ging echt met een tape in het begin, de eerste 5 afleveringen. Deze verluisman deed een tape, Herman opkwam, deed een tape aan. En dan hoorde je gewoon de band. Zo gestalte als mogelijk, net met een uitgestorven slaapbroek. Oh, wat haal ik die geplande scheidel, evenals carnaval, oud en nieuw, Dixieland, gesmolten kaas, stukken blootbeen tussen de sok en de pantalon, als mede Phil Collins, Elton John, alcoholvrij zonders, vrouwen van mijn eigen leeftijd, salami. We hebben van tevoren opgenomen in de studio in Leiden, weet je wel, opgenomen. En kon helemaal, zo ging het in het begin. Dames en heren, kunstvrienden, op weg hierheen loop ik door zo'n opgewekte neonzonbalzaal, gevuld met glans- en glitterwinkels. Maar bovenal een schier eindeloze optocht van elastische feestvreugde, opgedirkte turbulentie. Een optocht van illusionaire consternatie. Twee voeters, wiens magistrale volume en ongeremde levenslust mij wel eens op zijn zacht gezegd wereldvreemd doen voelen. Daar wil ik niet bij horen, bij dat ranzige tuig. In de wetenschap, ook al zou ik het willen, ik heb nog geen schijn van kans. Luttig is gewoon man, jongens, jongen, wat een diep pessimistische pose. Ga lekker buiten lopen en snuif de zegenende lucht in je rebelse neus. Dat zal een knal geven, jongen, als die bakvis onschuld van jou geliquideerd wordt. Je kan zo door naar de tweede verdieping, tussen de hoge rangen. Dan merk je vanzelf hoe uniek je bent. Alleen op zondag dan, hè? De puddingen gods. En goede moppen vertellen ze daar, jongen. Je weet nooit waar ze ophouden en overgaan. Laat staan welk hoofd je moet exposeren. Je boerenkiespijnhoofd, je oudejaarsavondhoofd, je blauw-zwarte pluister tegen het firmament afstekenhoofd. Weet je wel, dan ben je stil. Maar hij is natuurlijk altijd wel in het woord geïnteresseerd geweest. Helemaal. Maar ik vind het... Als die in vorm is, dan is die oké, hoor. Vind ik. De strijd op het podium om aan het woord te komen, dus om je plaats te veroveren, weet je. Dat vind ik heel komisch. Dat is eigenlijk het idee. Dat een van
van drie mensen die allemaal aan het woord willen komen. Op een schoolplein in Lachen, ja, ja, absoluut. Nee, we gaan wat even doen. Nee, dat liep als een trein. Denk je bij mezelf in van tevoren? Nee, we repeteren. Nee, doen we niet. Dan gaat het veel te goed. Ja, er is natuurlijk sprake van een vrij grote onzekerheidsfactor in deze tournee. In die zin dat we dus elke keer moeten afwachten wat het wordt. Hè? Omdat er veel geïmproviseerd wordt. Nou, ik druk maar eens een willen iets in. Ja, druk iets in, ja. In asbest. Geen kan de was doen. Ja. Ik vind improvisatie staat hoog in het vaandel. Dan hoef ik niks te onthouden. Ja, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Hallo? Hallo. Hoe is het er weer? Kan ik ook doen voor u raceauto's? Ja? Dan heb ik een. Als u zit te lachen, kan ik onmogelijk werken. Deze racehouder die vereist een bepaalde concentratie, oké? Tijdens een seizoen, elke dag, een paar uur, repeteer ik mijn teksten. Nou, ik heb van helemaal geleerd, dat is helemaal niet nodig. Zo gestalteloos mogelijk als een projectiel van stroop. Hoe ken dat nou, Herman, een projectiel van stroop? Als je dat afschiet, dan pleurt er zo, die komt er uit die lopende pleurt er zo op de grond, plop! Een projectiel van stroop is iemand die vooruit wil en niet kan. Nou, zeg dat dan! Zo gestalteloos mogelijk als iemand die vooruit wil en niet kan. Ja, nou, kijk, dat is te duidelijk. Gevolgd door een intens rustverlangen. De warme mantel van het pantoffelschijntje. Hij drendelt huilend zonder traan. Ja, ja, man. Hij weet deze aardse overpeinzingen zijn van een zondere stugheid. Er zijn evenwel dagen dat hij niet omhoog durft te kijken naar die enorme blauwe dimensie. Maar vandaag, bij wijze van door doodsnood gedreven stuiptrekking, gluurt hij het eindeloos uitdijende. Dat is met een korte ei. Ja, korte ei. Ja, zeker. Uitdijen, tuurlijk. En die zijn. Het is een zwak werkwoord, man. Hoe spreek je die? Dat is een zijkerbloei. Het is uitdijden. Maar als je dan, hoe spreek je dat uit dan? Korte. Wat? Nou, het is hetzelfde klant, maar het is een zwak werkwoord. Uitdijden. Nee, maar kijk hier. Kijk, bijvoorbeeld. Kijk, dat is wat. Kijk, zeiken, jongens, moet luisteren. Zeiken. Okay. Is dat met een korte ei of met een lange ei? Zeker. Dit is maar net hoe nodig je moet. Ja, maar in de Vandalen staat namelijk. Ja, daar hebben jullie in Friesland weinig mee te maken natuurlijk. Maar in de Vandalen staat het met een korte ei. Dus zeiken, zeikte, gezeikt. Gezeken. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Zeker, zeker, gezeken, ja, tuurlijk. Sterk, mijn woord is met een lang ei. Het is ook scheet te scheet geschreven. En die dreun, klinkt keihard van binnen. Zeker om, het feest kan beginnen. Nee, zo met de gasten die met een korte ei zeiken, die gaan erbij zitten. Herman heeft natuurlijk een. Je houdt ook niet zo van repeteren. Dus Bart heeft er alleen een beetje moeite mee, denk ik.
We zijn één keer bij elkaar geweest in een jongerencentrum in Noordwijk, Noordwijkerhout. In Noordwijk. En dat was dan, bedoeld 2 jaar geleden, was dan om even door te spreken. En dat weet ik nog, dat er één keer gedaan is, het eerste jaar had ik een kart. Weet je wel? Ja. Nou, die is hier middag afgeleverd. En daarmee is de oefenstof wel. Oké, wel, is daar helemaal een beetje. Ja, dat was in het begin, ja. Hebben we 2 keer gerepeteerd, ja. Ja, daar ben ik ook niet zo'n liefhebber van, voor repeteren, hoor. Ik vind het wel leuk om een beetje blank het podium op te gaan en te kijken hoe het loopt, weet je wel. Nou, oké. Okay. Wat mijn laatste gebeur zegt, leg ik ergens langs de weg ergens mijn roes uit te slapen. Word wakker gemaakt door een halve zo op een paard. Die vraagt of ik het koud heb. Ik zeg, vent, krijgt een doodstraf met je koud, wezenloos. Rond naar je familiegraf, doe mij een rol. Maar die gozer die verstaan mij verkeerd. Want die scheurde ineens zijn jas doormidden en die wilde de helft al meegeven. Ik zeg, vent, val dood met je halve jas, wouze kous. En laat mij lekker met rust. Maar die gozer pecht een bord voor zijn kop. Want in plaats van af te taaien, gaat hij met een fles jaaien zitten zwaaien. Tenminste, dat dacht ik, want ik neem per slok in het godverdomme water, zeg ik zweer het. Ik zeg, ventief, straal de tempel uit met je water, mooie wezenloos. Dan neem je oude rotmoer in de maling met de lubberke. Maar die gozer, die doet net of zijn neus bloeit, die haalt een stokbrood tevoorschijn. Plus een haring. Ik zeg, vent, krijg een vet hart met je haring, weet je wel, zak in de stront. En ik ga de partij over mijn nek, zeg, kots hem helemaal onder. Wat denk je, gaat hij pleiten, moet je net geloven. Gaat hij zitten zeiken of ik wel een dak boven mijn hoofd heb? Hè? Want dat ik anders wel bij hem terecht ging in het logeerbed. Ik zeg, fan, maak je kast met je logeerbed, vieze steenpoot, anders slaat ik je kop van je rond, vuile ruggetuffen. Maar die roze die is echt niet te stoppen. En die gaat naar mijn station, die probeert mijn overeind te eisen. Dus ja, ik pak een steen en ik geef hem een smeer. Paats! Midden in zijn murf. Ik zit zo zijn kop open spijten, als een blok ging hij neer. Als een zak aardappels, uit. Ik tegelijk met de knol vandoor, die nog flink wat opbracht bij de slager. Maar ik bedoel maar, je bent je leven niet meer zeker vandaag de dag, dat het gaaiers langs de straat. Al dus de hardnekkige Samaritaan. Ja, als je natuurlijk zijn werk leest, gedichten en zijn verhalen, zijn dingen bij, die zijn zo ijzersterk. Zowel qua vorm als qua inhoud. Daar valt echt geen spel tussen te krijgen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, voor je literaire wereld staat de mens... deelde, is gaan staan door zijn verschijning, heeft hij als het ware voor die mens althans het zicht benomen op zijn schrijvers, zijn werk, weet je wat ik bedoel? Dan had ik nog de Hof van Eden. Eden, ja. Het leven in de Hof van Eden was te mooi waar te wezen. Er was hemel, er was aarde, er was lucht en er was water, in het bos de wilde beesten, er was Adam, er was Eva. Ze leefden met elkaar in vrede, zonder doel en zonder reden. Ze kenden oorzaak nog gevolg, ze hadden toekomst nog verleden. Ze waren, en dat was genoeg, te zijn zonder het te weten. Sommigen vinden me arrogant. I don't give a shit. Met arrogantie is men altijd een neusje voor. Dat geldt ook voor paranoia, maar dat laat ik een andere keeper over. Arrogant, ik ben nu helemaal goed, ik loop echt op. Big fucking deal. Angst sluit bij mij niet binnen. Ik ben een topclub, ik ben een legioen. Als je naar de top wil, moet je niet moeilijk doen. Gewoon kopje zwarte koffie. En te lood trap ik die spitsen nog even, ook niet naar grote hoogte. Ik ben een veldheer, niet van niets, zei Van der Sar op zijn sterfbed tegen mijn Herman. Je bent de enige die de traditie voor kan zeggen. Oké, een stukje muziek. Het leven is een pijnkareel. Je zuigt eraan en krijgt je deel. Aangenaam of niks, het is maar hoor je ziet. Je leest. Wel in de kranten, dat de zon niet langer gaat. De een die slaat de ander in de naam van goed en kwaad. Ja, door de engelwonden vallen wij de vlees. Het leeft wel als toch alle mensen houden van het leven twee af. Het leeft wel als de arme mensen houden van het leven twee af. Ja, gaat ie jongens, moet red je het zonder mij? Vraag over drugs, ja, waar kun je ze krijgen? Ja, hoe drugs? Ja. Ik heb
Maar weet je wat nou zo ellendig is? Kijk, volgens de theorie van die gasten hadden wij natuurlijk al 100.000 keer dood moeten zijn. Ja, en dat is niet zo. Nee, en ik bedoel, die gasten die zien eruit als een grijsaard onderhand. Ja. Het is leuk. Terwijl wij kijk, dat zit, moet die gasten op dwars zitten ergens. We zijn binnen. Wie gaat dit beginnen? Vet. En zo ben ik geboren. 4 jaar geleden zijn we nu in dezelfde bril. Ook zwart. Op sommige punten ben ik eigenlijk behoorlijk conservatief ben ik nu. Ja. Ik heb altijd de optie contactlens, altijd in mijn geval althans, een love uitvlucht gevonden. Doen alsof je helemaal geen bril nodig hebt. Ja, ik heb nooit begrepen waarom je. Mensen nemen dus een bril. Probeer ze een montuur zo te nemen dat je het als het ware toch eigenlijk geen bril hebt. Wat wil het de betrokkenen daarnaast? Ja, maar ik weet dat ik dit droeg. En dat je dit soort monturen alleen nog kon krijgen, heel ver achter het ijzeren gordijn. Ik moet denken aan de tijden van de hoogtijdagen van de Brezhnev. En je zag ze ook wel sporadisch in Zuid-Italië, bij vrouwen. Takkenvrouw, weet je, dames met van die takkenpossen. Dus ik wil ook wel eens een keer zich aan zo'n montuur bezonderen, weet je. Ja. Kan geen wisseling wezen, we zijn nu. Kan geen wisseling wezen. Ja. Kijk, ik word ook niet gauw van je riad. Dit is dus de nieuwe, speciaal gekocht vanwege Herman en Joen. Na de pauze is het dus, dan krijgen we deze metamorfose. Nou, voor de hele goede kijker, gaat meer naar Ray Charles toe. Het gaat goed met de Hagenese, hij kan ze meer op de zijkant permitteren. Duidelijk, hier wordt winst geboekt. Nou, deze gaat zeker 11 jaar mee. Nog 2 billetjes, ik ga de pijp uit. Het is niet zo van af, eigenlijk hoef je het niet. Oh, en klein, klein, rof, om zo kruik, oh, kreet, oh, snor, oh, plon, zo vijf, oh, don, zo kluit, oh, lonk, oh, tijd, oh, rond, oh, rond, oh, ja, oh, wel, oh, wat, oh, val, oh, toef, oh, zal, oh, vloek, oh, trol, zo kuil, oh, gaf. Wel een liefhebberij wil blijven, hè, Herman? Dat schrijven voor jou. Ja. Want we kennen je niet in ons zweet hebben, natuurlijk. Dus.
We laten je maar een beetje. Maar... Jongens, we hebben toch een leuk ploegje bij jullie. Ja, absoluut. We zitten zo gezellig. Ik zie net aan uw smoeltje. U bent een man, en kijk. En maar friemelen, en maar friemelen. En goed gespeeld. Ja. Ik was helemaal mee met Dick Teven. Ja. Heb je nog wat ziektes? Teringzootje, teringlijm, tyfushoorn, vliegende tering, paratyfus, kankertee, pleurislaag. Krijg de berus. De berus. Harde sjonken. Harde sjonken, ja. Harde sjonken. Reeskak. De racekok, de blubberscheid, de spuitboek, de slingerscheid of de racekok en spuitboek. Ja. Broekhoest. Ja. Hij heeft veel humor, vind ik hoor, Herman. Nee, dat is wel oké. Zolang het woord, zolang er een dialoog is, vind ik het ook kicken. Maar dan wordt het voor mij weer het stukje muziek tussendoor heb ik weer moeite mee. En dus die geplande dingen die scheidlol van het leven is een pijp kaneel of zo. Iets swingender doen misschien, hè? Gewoon. Ja. Dat is wel mooi, dan gewoon. Volgens mij is het zo, maar als je van een hoog gebouw naar beneden springt en je kijkt onderweg, doe je ogen open,
en je ziet wat er op je afkomt, dan ben je al dood voordat je de grond raakt. Dan schrik je zo'n vertering, dan krijg je een hartverlamming of zoiets. Ik zou wel eerst een mooi lijstje maken. En dan ontvliedt de ziel dus tijdens de val het lichaam. En dan kan je de stof vliegen. Ja, tenzij je nog net voordat jij de stoep raakt onder het bakje van een meisje. Ja, jij waarschijnlijk wel. Maar ik bedoel, kijk, uiteindelijk weten we allemaal dat we allemaal toch in een auto naar onze laatste rustplaats worden gebracht. Ik vind doodgaan een heel idee zeer ouderwets. Ja, tegen die tijd dat ik zou moeten gaan, is dat volgens mij... Dan heeft het geen dood meer, dan noemen ze het anders. Als je nou 2000, we wonen in 2000 straks, en dan ga je toch niet meer dood? Zeg! Trouwens! Hoe is het eigenlijk met die oude moeder? Met mijn moeder? Zegt die oude, mijn moeder? Wie is dat dan niet? Oh, die is alweer een paar jaar dood! Maar wij hebben dat op video. Ja, hè? Mooi, hè? Lullen ze allemaal zo in Haag? Ik ben bang voor wel. Dat zal het eigenlijk teringherrie wezen, zeg. Kijk, ja, als je 18 bent of 20 bent, dan heb je iemand van 50. Denk je? Ja. Ja, weet je, want dan komt helemaal niet... ik bedoel, dus je gaat er eerst vanuit dat je dat helemaal niet haalt. Nee. Natuurlijk, het is wel romantisch om lekker jong dat te gaan. Maar ja... Kijk, nu is het zo dat ik heb er al zoveel overleefd, weet je wel. Dat ja, ik krijg nou toch iets fanatieks. Of jong dood of heel oud, maar niet midden. Nee, want dat valt niet op. Niet tussendoor. Niet tussendoor. Niet tussendoor. Ik mik nou op de 99. Ik had een vriend, hè, die was aan de drugs. En die schaamde zich daarvoor, weet je wel. Maar iedereen wist het, want altijd als hij er was, dan hij nooit zijn bordje leeg eten, weet je wel. Uren op de play, al die spapen altijd leeg als die geweest. Maar het lullig is, als je aan de drugs bent, krijg je een soort aapje op de rug. En dat aapje wordt steeds groter en groter. En hij hield op het laatst alleen steeds een regenjasje aan. En dan, ja, er zaten een rugzak had hij dan over, met belangrijke boeken zaten erin. Ja, en dat klopt ergens wel, want die boekenkast van mijn moeder werd steeds leger. En later zei hij was een engel. Er zaten zijn vleugeltjes zaten onder die jas. Dus we hadden op een gegeven moment een klusje gedaan. We staan op gingen daarna altijd op een hoog punt staan, omdat we konden alles goed in de gaten houden. Ik zeg, jongen, kun je niet een stukje vliegen als je zo'n engel bent? Nee, dan kan je wat er niet mee opscheppen en dit en dat. Dus ik denk, geef me een duwtje, dan moet hij wel vliegen. En dat is allemaal in dit spookhuis. Oh, als iedereen weg is, halfwege s'nachts, dan zie je successief luxies even tevoorschijn komen. Maar waar zijn dan op het grote podium, de grote zaal, met elkaar zich, het dode dansje. Waarbij trouwens ook enkele doden duidelijk het een en ander ingenomen. Hè? Nou ja, dat doe je niet verlegen maar wat ze daar vindt. Goedemorgen, die doden weten ervan de hoed en de rand. Ja. Mijn uitdrukkelijke wens, geen bloemen, werd schandalig genegeerd. Ook de muziek was verre van juist. Misschien hebben de nabestaanden hier scheid aan, maar de overledene draait zich om. Voor mij komt graag op het podium de pijp uit, weet je. Maakt mij niet dat ze. Ja, ik bedoel, muzikanten houden, ja, die spelen het ook door tot ze niet meer kunnen. Tenminste, dat lijkt me wel. En ik zie mezelf niet. Moet je er dan mee ophouden of zoiets? Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je wel. En ik voel me wat dat betreft nog als een jonge vent, hoor, weet je wel. Dus dat ben ik dan ook. Dus wat dat betreft, nee, ik ben er niet. Ik heb er nog lang geen genoeg van. Snake. Ja, het bestaat. Thank you.
Ja, kerel, die eerste moet je eruit, dat past erin. Door Jezus Christus persoonlijk verwelkomd, door de heren zelf. Ik heb mezelf zo welkom gevoeld als hier vanavond in Kuik, weet je dat? Wat zegt u? Ik zei, kraak dat mooie dorp niet af. Prachtig Kuik, geweldig man. Ja, het is werken en ook nog moeilijk. Het is veel ook onder de mensen heersen, geweldig. Nou, ik zou hier zo kunnen wonen. Maar je mogen weg, maar je mogen weg. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. 119, eerste etage. Ja? Bedankt. Mijn ambitie is echt om mensen iets mee te geven. Om ze dus een soort deelgenoot te maken van hoe ik over het leven denk, zodat ze misschien iets zorgelozer worden. Heel snel, dus als dit te groot van ding te groot wordt, vind ik het ook niet strak er mee uitzien, weet je wel? Nee. Ik hou erg van een strakke spleet. Niet van dat je moet een beetje door moet bladeren en zo.
Nee, dat begrijp ik wel. Wat is op latere leeftijd nog wel eens wil gebeuren. Ja. Nee, wij houden van... Aha. Juist. NS 2000. Deze trein zal stoppen in Almere, Almere Haven, als mede Almere West-Oost, binnen aan zee en Almere Centraal. Reizigers voor Zwolle, Hattem, Delingsvaart, Delingsvaart West wordt sterk aangeraden het treinstel te verlaten. Uw bezittingen kunt u met een gerust hart achterlaten in de bagagerekken, zodat wij van de NS niet met lege handen thuis komen. Zakkenrollers kunt u aantreffen in de wagon 11002A47 met halverwege 13048R10. U kunt ze herkennen aan het daarvoor bestemde oversized kostuum met de grote zakken. De kans is denkbaar dat een vent met een karretje langskomt. Vertrouw ook hem niet. Hij verkoopt behalve geen druppel alcohol, veel vervalste tickets voor het Anne Frankhuis. Nou, je weet hoe het daar... Nooit thuis. Die is nooit thuis. Nooit thuis. Nee. Tussen de kerkhofbomen door, in kerkhoflicht, wandelde ik naar mijn groeven en was weldra terug bij af. Ditmaal schoof ik de zerk wel goed op haar plaats. Er zijpelde geen druppel licht omlaag. Ik was uit de doden opgestaan. Niet voor de eerste keer. En zeer zeker niet voor het laatst. Hoe vond je het? Ja, leuk. Dat is goed, hè? Ja. Alleen op laatste pest ik nog even. Dus. Oh. Nou, net niet helemaal precies de goede intonatie. Ik was aan de dood opgestaan. Ja. Net te veel stukjes gaan. Ik was uit de dood opgestaan. Nou, iets. Ik was uit de dood opgestaan. Maar goed. Maakt niet uit. Ja, precies. Ik heb eens een keer in het popfestival gehad. Dit had ik ook zo'n alarmpistool. Toen schoot ik me voor mijn kop. Maar ja, ik was even vergeten dat zo'n blank heeft net zoveel luchtverplaatsing als een maan. Dus ik had gelijk een piep hoor. Ja. Dat heb je nog steeds. En er zijn die mensen die zeggen van, ja, maar daar word je gek van, weet je wel. Ja, als je ernaar luistert wel. Maar als je er steeds naar luistert, dan word je steeds harder natuurlijk. Ja. Maar die van mij heb ik eindgevonden met duinen. Ja. Ze gaan mee naar Bonaire, hoor ik net. Ja. Kan dat. Nou, doei! Waar? Doei! Vergeet, neem je bloemen niet mee. Worden die voor je thuis gebruikt. Oké. In het tweede jaar zei Herman op een gegeven moment, was in de zomer van 99, zei Herman van... Toen waren we klaar met, dus met de eerste aflevering, de eerste show. En toen zei Herman zei van, ja, ik wil dat niet meer, want dat lijkt toch op een vast programma. En inderdaad, een leek zou het niet herkend hebben, een vast programma. Absoluut niet, weet je, zelfs menige voor nog niet eens. Maar er waren een paar dingen die de schijn hadden dat ze vaker voorkwamen. Minuscule dingen, je hebt één uitspraak of zo, maar... Nee, dat moest allemaal anders, we moesten gaan improviseren. En dat betekende dus... Zeg maar dat we pannen op samen. Want ik zei, nou, we gaan dan tegen de mensen zeggen, nou zeg maar dat zie je gewoon in je spullen oploopt. Ik zei, ja, maar je moet toch een beetje weten waar je heen wil of zo? Nee, dat moet je helemaal niet weten. Dat is helemaal niet spannend. Als je al weet waar je heen wil, dat is niet spannend natuurlijk. Nee, je moet juist niet weten waar je heen. Oh ja, ja. En dat lijkt je een goed idee, Herman. Ja, dat lijkt hem een bijzonder goed idee. En dat vond Jules, zag het ook wel zitten, die methode. Dus ik heb nog wel een dag toen tegengestribbeld, maar het heeft helemaal mij onder handen genomen. En gezegd dat het heel goed voor mij zou zijn. En ik zag een paar keer, maar het publiek dan? Ja, het publiek? Nee, daar heb helemaal niks mee te maken. Dat komt vanzelf wel goed allemaal, weet je. Ja. Het is één grote nachtmerrie geworden natuurlijk. Met links en rechts rokende puinhopen die langs de snelweg achterbleven, weet je. Waar wij geweest waren, groeien voorlopig geen gras. Dat is het ding. Zie je niks vreemds aan mij? Iets anders? Ja, ik zie iets. Inderdaad, ik kon er niet precies de vinger op leggen. Wat er nou is. Sinds mijn zwangerschap. Ja, ik zie een enige heuvelingen daar wel. Ik ben zwanger van Jeroen Pauw. Toen ik op de podium had ik het over Charlie Parker, over Bert. Kom er uit het plafond, zeg. Kom er ineens een duif. En die vliegt zelf over mijn hoofd heen en die verdwijnt achter mij weer in de hoogte bij. Toen ik het ook gebeurd had, gek in dat heb ik altijd met LSD, dan ben je lang vergeten dat je genomen hebt. Dan zit je met je moeder te praten. Dat vind ik ook een goede vraag.
zich nog steeds zorgen dat ik wel goed terecht kom. Ja. Ik heb advertenties uit van Joep van het Heekskapier. Ja. En over ik had mijn eerste vriendin die wou altijd over haar heen piste. Opa! Ja. Maar ik vond het eerst een beetje raar natuurlijk, maar op een gegeven moment, ik hield van haar, dus ik ja, dus denk, nou, ja, kan mij toch schrijven. Ja, natuurlijk. Dus en dan was ik er klaar voor, er kwam geen druppel uit. Oh. Dan heb je waarschijnlijk een remming. Dat is toch een remming, ja. Van voor je geboorte. Op een gegeven moment was het zo erg, er moest heel nodig pissen. Prenatale remming. Heel nodig pissen, ik ging naar de wc, piste, kneep hem dicht, rende terug, geen druppel. Geen druppel. Nee, maar je hebt toch oor aan je kop. Ja, je hebt geen geheugen, maar je hebt wel oor aan je koffie gehoord. Ja, Adolf was niet zo kwaad. Zijn broer was woedend. Ja, zijn broer was good as music, if it ain't for setting something sweet. It ain't a melody. It ain't a melody, baby. It ain't a music. It's something else to make. Something else, something else. Tune comes with me. Als we nou met de A beginnen. Met de A? Ja, nee, neem ons de beurt in een letter. Neem jij de A? Ik ben met kut begonnen. Nou ja, dan beginnen we nu bij de L. Ja, dan krijg je lul. Ja, maar dat vind ik minder interessant. Nee, dat krijg je niet per se, hoor. Ja. Nee, maar ik begin bij kut. Het gaat over de kut, dus we beginnen met kut. Natuurlijk. Punt. Ja. En dan zuiver associatief denken. Heb ik ook. Ik begin met de A. Ik zeg gewoon... Alt. Alt. B. Was. C. C. Kunt. Kan. Ja, kunt. Ja, kom er toch weer op terug. Doos. Nou, jij weer. App. App? Qua vloed. Wat? Ja, die ja, maakt zich ja, wel heel makkelijk vanaf, hoor. Ja, oké. Okay. F. Nou, Koos zei tegen mij, Koos van Dijk, mensen van Hemel zei tegen mij... De fout die jij gemaakt hebt, Bart, is... dat jij van begin af aan ons hebt gezien als een vriendenclub. Dat zijn we ook wel. Alleen niet op podium. Bart Chabot gaat nu een gedicht voorlezen. Nou, dat is op zich al applaus waard, want dat doen tegenwoordig steeds minder mensen. Dit even de introductie, hè Bart? Oké, okay, dat begrijp je. We staan helemaal aan jouw kant, hoor. Tot zo, Bart. Tot zo. Ja. Laat je niet gek maken, hè, Bart? Nee, ja. Oké. Okay. Kijk uit je hoofd ook allemaal. Ja. Ik deed een nieuw gedicht. Thuis stond het me. Ja. Wat ik beschouw als het beste ooit gedaan, een beetje ooit geschreven. Samengevat uit de conclusie. Ik ben er meer niet dan wel. Of alles gezegd. Ik ben er wel, maar niet echt. Ja, klinkt goed, Jan. Weer goed, hè? Ja, kijk, niet om te lachen, maar hij is wel goed. Dat woensdagavond, ik had aan de beurt ondergeschreven. Ik moest toch even kijken of er wat van te maken valt. Dat stukje kan, dat is een compleet. Ja, dat ook. Oh, hey, dat is, nou, ondertussen, een ander uur van tijd. En toen ik dit toch mooi geschreven, toen was het klaar. Ik ben er wel, maar niet hier. Ten slotte beland ik in een ander park, in een ander gedeelte van de stad. De bomen hier zijn helemaal boom en de lucht lijkt volkomen zichzelf. Dat is aanzienlijk meer dan ik van mezelf zeggen kan. Ik voel me minder mens dan ooit. Samengevat luidt de conclusie. Ik ben er nu niet dan wel. Of anders gezegd, ik ben er wel, maar niet echt. Was je een zwaar? Nou ja, het is mooi gedicht, toch? Ja, het is mooi gedicht. Wel aan de lange kant. Ja, aan de lange kant. Aan de lange kant. Dichters blijven een zwakke plek. Maar hij heeft het zwaar. En toen kon er als reactie van de jury. Een reactie van, ja, die Bart, heb moeilijk, heb moeilijk, weet je wel. En toen dacht ik, nou we hebben wel ongeveer gehad, weet je wel. Enige wat ik kan bedenken is dat hij dan misschien geïntimideerd wordt door Jules en mij. En dat vind ik dus totaal overbodig. Dus mijn eindconclusie is dat hij zich toch zijn eigen kracht niet kent. Maar Bart is natuurlijk een vreselijke aardige gozer.
En hij heeft van ons niks te vrezen, weet je wel. Bartje. Ja, zeg jij ook eens wat, Bart. Je bent altijd zo... je gaat altijd als een speer in talkshows en zo. En nu laat je ons zo met rust. Ja. Ik zou af en toe van jouw kant af ook een scherpe opmerking zeggen. Ja, ik heb ook niet altijd zin, weet je wel. Wij doen het, Bart. Wij doen het, mede voor jou. Maar wij zouden toch een kleine bijdrage in deze, zouden wij bijzonder op prijs stellen, Herman, is het niet zo? Bart, maar hoe verklaar je dat dan? Nee. Ik vraag het de man af. Ik zag hier toevallig een stukje. Dat heeft er misschien mee te maken. Als we problemen hebben binnen de... Dat heeft er misschien mee te maken. Ik zag hier staan een kopje. Ja. Dat is ook weer... Freud en fascisme. Zou dat er mee te maken hebben? Misschien de eerste. Laatst niet. Dat is een moment geleden dat ik dacht, ik stop ermee. Dan in hun ogen ben je natuurlijk ook toch de leerling die het... Weet je, je moet kunnen inschatten. We praten niet over Piet van Kemp en Martinus Borselaar, weet je wel. Die praten over Herman Brood en Jules Wilder. Dus twee fenomenen zonder weerga. Dus dat je dan op een gegeven moment moet zeggen, oké, ik ben daar. En dat is ook meer dan genoeg. Maar wat even de andere twee? Dan moet je dan maar neerleggen, ja. Ach, dames en heren, ik ben al heel vroeg begonnen met die drugs. Ik weet al als kind dat ik naar een speelgoedwinkel ging. Goedemiddag meneer, wat een leuke winkel heeft u. Mag ik een gummetje, een potloodje en 3000 tubes vliegtuiglijm? Jullie! Wanneer begint het? Laat hem toch. Godverdomme. Gauw ze. Ja joh. Ik ben even bezig. Ze kunnen het toch zonder mij wel redden? Ja, nou. Nee. Zonder hem redden, roept hij. Ja. Godverdomme. Ja, ik had hem er net in. Maar nou is hij er weer uit. Godverdomme. Ja, het is wel zo. Ik had laatst een vriendin, hè? Die had een OD genomen. Maar had ik pas 3 dagen later in de gaten. En toen moest ik voorkomen voor necrofilie. En die edelachtbare zegt, heb je nog een laatste woord? Ja, ik dacht dat ze sliep. Ja. Heb je gehoord van die roze die bij die dokter komt, Herman? Die komt bij de dokter en zegt, ik geloof dat mijn vrouw dood is. Zegt die dokter, hoezo? Hij zegt, nou, de seks is hetzelfde, maar de afwas stapelt zich op. Ja, daar moest ik even van denken. Ja. Maar als ik dan op vakantie ga, hè, doe ik altijd mijn LSD doe ik in het rugzakje van mijn jongste. En die halve speed doe ik in een condoom in de aars. Van de jongste? Dat het toch best nog goed af kan lopen met ja. Natuurlijk. Ja, het tekent ook helemaal niet, hè? Ja, dat staat wel markant. Markante kop. Hij had een markante kop. Dat betekent dat hij er niet uit zat. Voordat hij. Ja, hoor. Je arm wordt een beetje rood, Herman. Ja, dat kan maar.
Nou ja, zijn wel momenten geweest dat dat ze elkaar niet de ruimte gaven. Dat de een de ander niet de ruimte gaf waar de ander meende aanspraak op te kunnen maken. Neem jezelf niks, ik hou niet van koffer. Ik hou niet van die nasmaak. Ik hou niet van zaken doen, onderbroek zoeken, shoppen zoeken. En ook dat constant verstoren van... als ik probeer nu op dit moment iets dichter bij de mensen te komen, dan wordt het onmiddellijk in de pan gehakt door een shoe natuurlijk. Jongen, ik heb even met Den Haag iets. De Haag is wat een keer heel erg lief. We zijn niet in de Haag. Ik heb zo lief als jij. Mooi was je leven, maar al hoor ook in de Haag. Als ik morgen in Den Haag ben. Ja, het zijn natuurlijk mensen die meer aanwezig zijn dan hun soortelijk gewicht. En als ze met z'n allen tegelijk willen opstijgen, en kan er maar één in de ballon, ja, dan moet de ander even wachten tot die ene boven is en dan die bron leeg stuurt. Dan weet je, het mandje wit, hè, dat als met z'n twee tegelijk in de ballon, dat gaat het niet. Loop beter tussen je zak en je pantalon, je paardensnorren met uitzondering van je wil van het dino Adolf Willem de Vuur en Dolf Brouwers. God hebben zijn zielreisje zelfs gehad. Ik had in 1953 geschreven. Ja, maar toen ik dit schreef, wist ik dat echt. Wist je dat ook? Nee. Nou, het lijkt me sterk. Hoe hoor dat? Want het komt eigenlijk overeen, hè? Grote stukken. Ja. Kun je dat ik had de Change of the Century. Met het oog op het nadere jaar 2000 had ik dat geschreven, maar daar maken we naar 2001 van, nietwaar? Want dan zou ik nu reeds zonder tranen afscheid nemen van al diegenen die mee hun overhemd tot met de bovenste knoopje gesloten te moeten dragen, maar dan zonder das. Dat zou het leven een stuk draaglijker maken. Voorst ben ik van mening dat George Bush verwoest niet. Maar dat gaat helemaal niet, maar. Ja, je moet natuurlijk... tenminste, ik hou dit boel wel een beetje in de gaten. Af en toe Herman tot de orde roepen, op de een of andere manier. Partij op dichters, dames, dichters, aangevallen voorzitters. Ochtend, Tibus, een CD-steek schoonvallen en een gebreed. George Bush. Video clips onderzoeken, uitzonderingen aan de zomer, maar de rest gegeven. Maxima, Rondje, Montbouwers, Mart Smeets, niet te vergeten, George Bush. Kapitalisten, communisten, drukcomputers, kinderlokkers, wintersporters, vakbonzen, bloemlezers, beken van het voormalig verzet, brillen met glazen die het halve gezicht bedekken als medicijnen mee in het derde, die prothese te moeten opzetten, sterven verblijvers, digitale horloges. Maar je praat natuurlijk over twee grootmachten, hè, zou ik maar zeggen. Ja, Amsterdam en Rotterdam. En dat is wel eens natuurlijk stevige kost. Kijk, dat vind ik nou leuk, hè? Dat vind ik nou leuk. Nu hoor. Probeer dat niet de show te stelen, hè? Nee. Ik zou zoveel kunnen vertellen en er niets te binnen schieten. Maar dan ook geen ruk, geen reet. Ik bond haar vast. Waarom moet het dan altijd op seks aandraaien? Ik bedoel, dat is ik vertel dat wat in mij leeft. Dat is een overbelicht onderwerp de laatste tijd. Overbelicht? Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ook vast binnen een derde. Weet je wat? Dat is een schot, jongen. Die komt er eigenlijk uit. Het motto van de nieuwe eeuw is: fuck seks. Weet je trouwens dat het een antisemitel is? Dat is iemand die niet van jou laat. Ja. Ja, ja, er zijn wel eens wrijvingen geweest, laat het zo zeggen. Maar de vriendschap is natuurlijk uiteindelijk altijd vele malen groter dan de botsingen.
had gebeld dat hij waarschijnlijk niet trok. Maar hij komt toch wel. Ja. In de staat waarin ik nu verkeer, daar zou je als redelijk mensen ook van zeggen dat ik niet in staat ben om. Maar toen zei Rinus, als je helemaal in het kuik staat, dat je de enige hier in je terugvloeit. Nou, dan zou je komen. Maar dat gaan we in de bijzondere buis vanavond. Dat is ik al nu alvast. Oh, mijn god, een half jaar in de gevangenis, maar toch niet. Trek je van verdomme? Zie je. Ik ben een total lost. Ik ben kapot van binnen en van buiten. Overal. Het lijkt er maar aan, jongen. Helemaal kapot. Maar je ziet er nog helemaal heel uit. Ja, je ziet er nog. Ja, dat is ook alles mee gezegd. Hij was in Nijmegen en belde op hier naar Rinus dat hij niet kon komen. Omdat hij daar toen menselijkwijs niet toe in staat was. En toen zei Rinus, jou kennend, is dat ongetwijfeld een tijdelijke aard. En ook door de kracht van die opmerking is hij helemaal hier naartoe gekomen. Maar wat ik begrepen heb is dat. Coca-Cola's gebruikt. Dat er diverse blikjes doorheen zijn gegaan. En dat de resultaten daarvan inderdaad. En niet om liegen. Dat Coca-Cola inderdaad een opwekkend middel is. Ja. Ik ben godverdomme 12 uur onderweg geweest omdat ik kut dood te komen ben. En wat doe ik? Wat doe ik? Moet ik kunstenaar hieruit nemen? Wat? Ik kom met een paar. Kill! Ik vind het ook met een paar. Zo'n nonsens om je heen. Eerst met de auto. Staan we in files, hebben die auto in Utrecht gekleurd, weet je. Auto, jij met de auto? Snel een smart, weet je. Oh ja. Toen in de trein. Sorry, man. Wat ik echt 12 uur onderweg geweest om je heen. Hey Bart, ja. En Jules, ik wil jullie toespreken. Nou, ik luister. Laten we gewoon weer lekker bij elkaar komen, weet je wel. En al die onzin vergeten. Al die misère die we hebben. Al die twijfels en al die dingen van. Gewoon, laten wij. Nou, ja. Laten wij gewoon rock'n'roll. Jongens, bit, bef en rock'n'roll. Weet je wat ik bedoel, Jules? Gewoon rock'n'roll, weet je. Ja. Ik ben dood, jongens, we hebben zoveel mensen, we zijn de kunst. Fuck. Ja. Chance. Hey, in de kuik. Weet je wat ik bedoel? Ja. Niet zwanger worden, hè, jongens. Ja. Ik heb een vaag idee. Maar ik vond het zo gek. Ik Rinus opbelde je. Ik maak het niet van. Ach jongen, jouw kennende is dat tijdelijk. Een waarwoord, een waarwoord. Ik was er gelijk bovenop. Ik was er andere mensen, 10.000 psychiaters en 800 jaar therapie. Ja. Maar ik ben op tijd, ben aanwezig en ik kan liggen. Hey, Bart en Jules. Die bullshit te vergeten. Ja, dat kan ook. Ook zo'n mooi verhaal van jou. Met de mensen die al die spuiten in. Die, En toen sloot de doek zich. Op partij. Is Aad er nog bij? Ja, Aad is er nog bij. Ja. Die heb ik nog een harde gehoord mee te spreken. Die stuurt mij een envelop op met een potje niks. heavy. Ja. Heb je ooit eens een potje niks gehad? Potje niks, jongen. Neem je drie shots. En er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Godverdomme, wat je doet vaak als shiny junkie. Ja, wat maar je blijft niet strafbaar, Ben. Ik ben niet strafbaar. Dood. Ik vraag om hulp in mijn eigen huis. Niemand kwam. Dat is toch de. Hij heeft veel zin in die gelukkig. Hey, en hoe voel je de spiek van de Jules helemaal gisteren? Wat ik ook in heb. Ja, dan weet je wel waar van komt, hè? Ja. Godverdomme katten dan mee, man! Dat loopt fout af. Ja, in mijn potjes van niks in zit en ik wil geen luik meer! Ik bedoel, nee, maar ik werd gisteren speciaal. Verneuken mij waar ik bij zou. Nee, dat is een excuus voor jou, jongen. Ah, jongen. Ik heb hem door. Ik wil er niet, man.
Jij wil niet anders. Dat kan. De verzekering. Ja, van mij hoor. Word je niks. Het zou niet zoveel gekost hebben. Waarom verkoopt Aad mij iets? Want dan heb je liefst daarmee een klant. Aad weet van niks. Hij weet van niks. Kom, kom, kom. Je zit hier oog in oog met een mens die kapot is, gebroken is. Die zich naar zijn kuik gesleept heeft. Waar ik toch al een vreemde nasmaak van had. Want ik was vroeger de bergkoning van Zwolle. En dan hadden we... En de Zwolle betekent niet alleen Zwolle, maar ook Tedensvaart en Olsen en Weide, de omgeving. En dan hebben we één keer in de 14 jaar op zondagmiddag een uitwedstrijd. En je zou dat niet geloven. In uitwedstrijd in Kuik werd ik eruit gebed door een boer. En desondanks sleep ik me hierheen. Ik maak het. Oh, ik ben zo kapot. Het lijkt je op, maar het is reality. Gelukkig met mijn jasje voor mijn huis. Jasje. Ik maak het niet. Ik ben 30 jaar drugs. En dan moet ik nu optreden met een potje niks? Nee. No fucking way. Zo zijn we niet getrouwd. Ik vind het heel gegrijpbaar aan die podium. Ja. Onze winkel van mij. Sjoe. Maar ik zou niks zinnigs weten te bedenken wat ik de mensen mee moet even doen. Die grijs. Nou ja, ik bedoel, dan moet je dat op ons in de kapot. Mooi woord. Omdat de Duitsers kapot, zeg ik. Je weet waarom de Duitsers altijd met z'n moeder begraven worden. Ik zou dus zo'n miet, zo'n watje zijn in de oorlog. Ik vind het sowieso, als de bezetter binnenkomt, jongen, kom erin, pak een stoel. Kan mij schelen wie mij regeert. Ja, we komen in het land over. Dat is een big deal. Graag, graag. Graag. Ja, ga zitten, weet je wel. Een soort pas is een nieuwe van. Als ze maar verteren. Toch? Ja, zo is het helemaal. Nee, dat kan mij niet over rekenen om wie mij regeert. Wie de koningin of dat even is. Ze moet het plakken die auto. Ze moet vloek tapoeioe, jongen. Ja! Ja! Ik heb een miljoen, Mickey. Ik heb een mooie ene. Ik heb een mooie ene aan de story. Nou, doei.
job. Bart, waar is Bart? Ja, ik ben er, jongen. Ik ben er. Ik stond geboeid te luisteren naar hoe het zich allemaal ontrolde. Ik heb dinsdag een afspraak met Mojo over jouw solo-tournee. Als jij godverdomme vanavond afzet, kun je het vergeten. Hé, hey, wat verbeeld je wel? Ik ben verbeeld. Jesus Christ, niks. We hebben afspraken, Herman, met hun en met Julie Bardo. Zijn je vrienden, weet je wel? We zijn je vrienden. En ik heb maandag een afspraak met de directeur van Mojo. Die wil een solo-show met je doen. En als jij afdraait, kun je het vergeten. Wat kan ik dan vergeten? Die solo-show. Another minute at least. Take your time, but you gotta let me that girl looks forward to another meeting, just like everyday people I know. Looks forward to another simple greeting. Yeah. There, a band of woods looks forward to happening meeting. Just any old player you know. Yeah, but this guy depends on you too. Depends for die twee fucking dubbeltjes hier, come on. Ah ja, dat kan toch niet je reden zijn. Kom op, dit zijn je vrienden, man. Gaat het ei weer om? Vrienden, weet je wel. Ja. Als iemand tegen mij aan gaat blaffen op die manier. Dat is koos. Jules loopt hier ook met zijn ziel onder zijn arm nu. Waarom? Is toch je vriend? Come on. Need to be a little longer. All time. The universe needs to be a little stronger. Time. They say it ends. It ends. Lange tijd
heb ik een soort van rol kunnen doen als van lijm, een bindmiddel tussen die, waardoor ook de zaak in balans bleef, zeg maar zeggen, ja, hoe kun je mijn rol groter maken dan die is, ik zeg het al op bescheidenheid. Maar goed, ik had denk dat een belangrijk facet was in het geheel. Precies, ja. Je moet een beetje aangekoekt is het wel, hè? Zoals Shooter net terecht zegt, het deugt niet. Ik vang het wel op, maar het deugt niet. En Shooter is een professional. En die kijken gewoon heel sec. Nou ja, allemaal lekker naar. Maar ondertussen, deugt niet gewoon. Nou, moet je natuurlijk gelijk geven. Ja, ik ben natuurlijk heel erg naar gesteld. Dat moet je niet onderschatten. Ik maak natuurlijk wel een hoop geintjes, een hoop af en wat cynische humor, moet ik zeggen. Maar we zijn natuurlijk op allebei natuurlijk echt stapelgek. En dan bedoel ik ook echt stapelgek. En ze hebben in mijn leven een cruciale rol gespeeld. Mijn leven een totaal andere richting opgestuurd. En een richting waar ik heel erg blij mee ben. Waar ik elke dag dankbaar ben dat het zo gegaan is. Want daarvoor zit ik behoorlijk op doodspoor. Dus ik heb aan hun ontzettend veel te danken. En dan is het natuurlijk toch wel... Ik zie liever hun in blakende gezondheid, zal ik maar zeggen. Of in blakende vorm. Je hebt toch altijd wel ergens in je achterhoofd speelt dat idee natuurlijk mee dat het gaat een keer fout met die. Niet van langs medische wegen voorgeschreven medicijnen. Ja, goed uitkijken. Permit me to introduce myself. The name is Mr. Kicks. I dwell in a dog dominion, way down by the river Styx. The devil has sent me here because I'm full of wicked tricks. And I'm such a popular fella among all you lunatics. I offer lessons in damnation from the devil's text. To fools that can't resist temptation, step right up, you're next. Ja, geloof het niet, dames en heren, ik ben afgekikt. Oh. Dan heb ik toch die gouden naald? Het is nou niet zo, kijk, als je de... Dan heb ik toch die gouden naald, zeg maar, dan heb je mijn eentje. Laten we vanuit dat de symboliek van de verslaving is het aapje op mijn rug. Dus dat noemen we het aapje, hè? De verslaving noemen we het aapje, de mond. Je bent zo geld op de punten eraf. Is genezing mogelijk? Ja, ook na de dood. Nou, gefeliciteerd. Dat ging
Het was wel leuk. Het was een leuke show. Echt een legendarische dag dit. Feestdag. Lachen man, lachen. Ik sta nog één keer, jongen, dan ben je er ook. Ja, weet je wat ik dan doe, Herman? Dat doe ik met billen bij elkaar en dan zeg ik, nou mee naar Pieter. De laatste show begint erin te komen. Ja, gaat niet echt lukken. Nee. Het leukste van de show is dat de pauze nu ook op het podium gebeurt. Dat is wel leuk. Ja, ook wel. Een avondvullend pauzeprogramma. Zo heet de volgende show, pauze. Pauze, ja. Dan hoef je er ook niet te zijn. Nee, dat is waar. Groot voordeel. Ja, het is pauze. Ja. Maar wil je nog dat ik de pauze ook nog ben? Ja, nee, kom. Ja, mooi. Mieke, niet vaak, maar pauze. Pauze is pauze. Kind kan de waas doen. Ja! Fluitjes van Santo. Ik kom vanavond niet thuis. Dat heeft in Duitsland, iemand die even leert, hoe heet dat?
Ik heb niet gezegd dat ik het wil doen. Je zit hier naast je met een hotel. Of dat kost het niet op hier. Ik ben een zaak naast je. Oké, dat is het. Maar aan de andere zijde ook met een zekere vreugde. Gemengde gevoelens. Ja, nou het was waard. En nu is het, valt er een hele lange stilte. En dan gaat ieder zijn weegs. Yeah.